Kevin Wansers, jullie bent van de korfbalclub Achilles en jullie organiseren vandaag het Overijssels kampioenschap schoolkorfbal. Ja. Hoe eenvoudig is dat of hoe moeilijk is dat? Ja, je komt altijd wel dingen tegen en het lastigste is het zorgen dat alle scholen aanwezig zijn. En voor de rest, met de vrijwilligers die we hebben, lukt het ons heel goed om dit toernooi te organiseren. Het is al voor de tweede achtereenvolgende keer dat jullie dit mogen doen. Dat is iets bijzonders voor Achilles. Ja, zeker. Zeker. Dat is, elk jaar zijn we heel blij dat het toernooi hier mogen organiseren. En je ziet, het is super. Wat ligt er nou aan jullie organisatie of aan het schitterende complex waar jullie op zitten? Ik denk een combinatie van beide, ja. We hebben het gewoon goed voor elkaar. Er zijn genoeg mensen die ons altijd willen helpen en daarom kunnen wij het elk jaar weer organiseren. Hoeveel ploegen nemen er vandaag deel? We hebben in groepen 5 en 6 hebben 10 teams en in groepen 7 en 8 zijn er 7 teams. En er zit ook een Almeloze bij? Er zit ook een Almeloze bij, ja. De Mare. Van groep 7 en 8. En dat betekent dus dat die bijzondere aandacht krijgen vandaag, of is het voor jou allemaal gelijk? Nou, we proberen het zo gelijk mogelijk te doen. Maar we hopen wel dat de Mare zich laat zien vandaag en dat ze hoog eindigen. De wedstrijden zijn om 11 uur begonnen. Ja. Het is nu 12 uur. Kun je een kleine tussenstand geven? Ik moet eerlijk zeggen, na één wedstrijd is het nog niet echt duidelijk van wie er echt. We hebben een aantal goede korfballers gezien, dus daar gaat echt wat de aandacht naar uit. En voor de rest durf ik nog niks te zeggen over wat er gaat gebeuren. Vanmiddag om 3 uur is de prijsuitreiking en jullie hebben daar een bijzonder man voor gestrikt om dat te gaan doen. Ja, super. Het is heel fijn dat deze man hier ons wil helpen. En dat is de burgemeester van Almelo, die komt hier de prijsuitreiking doen. En dat is elk jaar weer, als die man langs zal komen, is geweldig. Jullie hebben er fantastisch weer bij vandaag. Veel ploegen hier, weinig toeschouwers. Ja, natuurlijk is de begeleiders van de ouders en dat komt natuurlijk omdat heel veel teams van ver mogen komen. En dan is het wel lastiger om iedereen mee te krijgen voor het toernooi. Als je nou zo om je heen kijkt, hè, uit welke plaatsen komen al die ploegen? Ja, ze komen uit Kampen, Steenwijkerland, Wierden, Friesenveen, Enschede, Almelo. Over Deventer, over heel Overijssel komen ze vandaan. Is het een prestatie om kampioen van Overijssel te worden? Ja, dat is zeker een prestatie. Je ziet echt wel dat alle kampioenen van de regionale toernooien, die komen bij elkaar. En daar zit echt heel veel korfbalkwaliteit in. Dus als je hier wint, dan heb je echt wel gepresteerd met elkaar. En Willemje, jij neemt deel met de schoolploeg van de Mare aan de Overijsselse korfbalkampioenschappen. Hoe mooi is dat? Het is ontzettend mooi. Maar in het begin, toen wij vorig jaar de voorronde speelden, hadden wij zoiets van, nou, gaan we het halen, gaan we het niet halen. Nou, in de meeste gevallen halen we het niet, maar we hebben het in dit geval wel gehaald. Dus we zijn ontzettend trots dat we hier zijn. Betekent dat jullie het kampioenschap van Almelo gewonnen hebben? Dat betekent inderdaad dat we het kampioenschap van Almelo gewonnen hebben. Ja, dat was een zware strijd. Maar we zijn blij dat we hier nu zijn en dat we dat dus voort kunnen zetten. We hebben de eerste twee wedstrijden hebben nu achter de rug. Jammer genoeg met verlies. We moeten wel zeggen dat we tegen ploegen spelen die we zelf niet kennen. We merken ook wel dat onze ploeg, er zitten eigenlijk vrij weinig korfballers in. En we merken ook wel dat de ploegen waar we tegen spelen, dat er meer korfballers in spelen dan in ons team. Ik denk dat we met voorrondes in allemaal lokale kampioenschappen, dat we daar mooi doorheen zijn gekomen met de macht die we hadden en met dat we gespeeld hebben. En dat we dus nu toch op Overijsselse kampioenschappen mogen spelen.